We kennen elkaar natuurlijk al van de eerste Misfit. Jeremy is erbij gekomen. Ja. Ik ben toch benieuwd hoe goed jullie elkaar kennen. En dan met name elkaars social media. ja, vind ik leuk. En het is een kleine challenge. Dus ik wil jullie eerst vragen om even de telefoon erbij te pakken. Heb je die paraat? Ja. En ik wil gewoon echt een hele slechte foto zien. Nou, ja. Eentje die eigenlijk niet zo poster online. Ik sta nooit slecht op de foto. Dat wil ik ten eerste even zeggen. Oké, okay, je had er alleen voor. Ik heb alleen maar dit soort foto's, Klaas. Oké. Okay. Ja, die is wel niet raar genoeg. Die is wel heftig, inderdaad. Heb jij er eentje? Ja, ik heb er wel eentje. Bewaren, ja. Van gisteren nog. Mag ik kijken? Van de première nog. Vind je nou af van je? Ja, even schoon. Ja. Oké. Okay. Zo. Caption this. Jij kijkt zo heftig. Oké, heb jij er ook eentje? Ja, dat is mijn raarste, die kon vinden, maar voor de rest, hè. Weet nou, je, nou, dit is gewoon je... Nee, dit is gewoon normaal. Dit is je standaardhoofd. Precies. Oké, nou, maar filmpies. Wat wel zo is... Mooi, nou, deze drie, dit is wel een gezellig setje. Oké, okay. Jullie spelen om de foto. Want wat er zometeen gaat gebeuren is... aan het eind van dit spel ga ik dit rad draaien... eindigt jouw hoofd op de plek van het vaantje, zeg maar, die hem tegenhoudt... Dan ben je middels dit spel verplicht om hem online te zetten. Jouw hoofd hangt er ook tussen, toch? Nee, mijn hoofd hangt niet tussen. Oh, niet. Nee. Oh, wat een leuk spel, maar ik heb alleen maar slechte foto's. Ja. Dus, maar are you in? Klop, hè? Ja. Maar als je gewoon goed Insta speelt... story is oké, toch? Ja, we hebben gehoord van de productie dat het moest. Dus, oké, ja. We gaan beginnen. Okay. Ik heb dus een aantal vragen. En ik wil dus van jullie... hebben bordjes liggen hier onder de bank. Moet je even pakken? Moet je even pakken, ja. Zijn setjes. Oh, ja, hier. Heb ik er eentje? Ja, heel oranje. Oh. Er liggen nog twee. Oh. Ik ga jullie dus eventjes een social media ding noemen. Op het moment dat je het fout hebt, dan plak ik je op dat bord. Want dan wordt de kans dus groter dat je zometeen gekozen wordt. Oh, nee. Johar. Kijk even naar de eerste reactie. Kan zo meespelen in New Kids. De grote vraag is van wie, onder welke post van wie... of liever gezegd, onder de post van wie staat dit... Ik zie hier driemaal. Ik, en is dat ook zo? Sowieso niet. Ja! Ik wist het. Ja, nou. Ik dacht dat is van mijn rode. Ja. Heel goed, volgende. Dat is zo'n goede foto. Oké, volgende reactie. Pas op hoor, you just killed that other innocent birdie. Voor wie is deze? Goeie, ja. Botje zal ik nu zien. Ja, je verhaal is Fenna. Ja, Fenna, doe even mee zeg. Laat me zien, hij is inderdaad van Fenna. Had je hem doodgeknepen? Ik had een ander vogeltje doodgemaakt. Maar dat was doodgemaakt. Dat klinkt heel erg. Dat vogeltje was doodgegaan en was te jong om te overleven. Dus toen had ik daarna een dag later kuikens vast. Dus iemand was bang dat ik die kuikens dood zou maken. Volgende. Dit gaat helemaal niet goed. Oh, mijn God. Anders ga ik straks jullie allemaal erop plakken. Deze reactie. Ben je zwanger? Voor wie is die? Laat maar een bordje zien. Ik zie Fenna, ik zie... Waarom zijn die van mij? Twee keer Jeremy. En het goede antwoord is... Nick. Wat? Ja, zat. Maar dat heeft die foto met zwangerschap erop. Wel leuk, ik mag iedereen erop plakken. Ja, maar kinderen zijn tegenwoordig bij alles ben je zwanger. Gewoon al. Ja, ik dacht, jouw gekke fans doen dit wel reageren. Dan hebben we bij mij. Oké, de volgende. Hoe kan het zo zijn om je eigen naam op je trui te zetten... en dan van die huilsmileys? Oké, botjes nu. Dat heb ik nog nooit gehad. Botjes nu. Ik zie... Eén keer Jeremy en twee keer Niek. En het goede antwoord is... Jeremy! Oh, ja, maar dat is niet mijn naam. Nee, dat hebben ze... Maar ja, goed, het gaat om de reactie. Ja. Dat betekent dat alleen jij het goed hebt. En, ja, twee poppetjes. Twee bij mag zetten. Chill, twee? Ja, we hebben nog één spot over, dus we kunnen er nog eentje doen. Deze. When you tell a joke that actually is not funny. Onder welke post heeft hij bij wie gestaan? Laat maar zien, doe de bordje omhoog. Hoe lang 98 weken geleden. Wel heel erg. Ja, we hebben een beetje lopen gras daar. Hè? Ik gezien. Shit, dan weet ik en het niet. Het antwoord is... Ja. Van Fenna! Ja, die wist jij ook niet, hè? Oké. Ik doe jullie alle drie op eentje dan. Klaas, dat had toch niemand kunnen weten, maar 98 weken geleden. Ja, dan ik kijk elke reactie, maar jongens, niet zo terug allemaal. Toen ken ik jou nog niet. Ik laat hem even aan jullie zien. Dit is het resultaat geworden. Omdat jullie nu alle drie het fout hadden, heb ik bij de laatste jullie alle drie. We moeten hem allemaal plaatsen. Nee, ik moet nog aan het rad draaien. Maar wacht even, als je op dit vakje komt, moet hem dan alle drie posten? Dat is correct en tevens juist.
Jongen. Ja? Oké. Okay. Zijn we er klaar voor? 3, 2, 1 en... Nee. Daar gaan we en hij eindigt bij... Alle drie! Dat is omdat hij het zwaarst is. Nee, dit is het zwaarst. Jongens, ik heb eerlijk gedraaid. Dit is de uitslag. En daar zult u mee moeten doen. Online. Juist. Hoppakee. Lekker voor je. Hoppakee. Lekker voor je. Hey, jij daar. Check snel de volgende video. En vergeet niet te abonneren. Check je later.